Hoe vond je je Zilkes overkomen? Ik moet zeggen, zij is een vrij verdienstelijke actrice voor zover ik dat kan bekijken. Want zij sloeg zo'n vrolijke toon aan, niets aan de hand. We hebben eerder stormen meegemaakt. Ach meneer, die zijn weer gaan liggen, mevrouw, die zijn weer gaan liggen. Stormen gaan tenslotte altijd liggen. Ja, de vraag is, vaart het schip dan nog of is het ondertussen gezonken natuurlijk? En ze moeten natuurlijk enorm oppassen dat ze niet door het gruwelijke lot van het CDA getroffen zullen worden. Nogmaals, hebben ze allemaal aan zichzelf te danken. Maar nu gaat de VVD waarschijnlijk toch meedoen, want Jezilke zei ja, goede kans op een vruchtbare samenwerking. Ja, wacht even, maar ze heeft niet gezegd dat ze niet op een schouw met gedogen, daar heeft ze niks van gezegd. Nee, maar die indruk wekte ze wel, dat gedogen dat het toch verkeerd was overgekomen. Als zij één groot talent heeft, is het verkeerde indruk wekken, daar is ze de meester in, ja. Maar het lijkt er toch. Ik wil het nog wel eens zien. Goede gesprekken voerden ze. Ja, dat zegt mij niks. Ik heb heel wat goede gesprekken gevoerd die verder helemaal niet geleid hebben tot een kabinet. Nee, dat zegt mij echt helemaal niks. Kijk, natuurlijk moesten ze het schip boven water houden. Maar je begrijpt, in het ruim staan ze als gekken te pompen om het schip niet te laten zinken. Dus jij denkt, ze zegt dit om de achterban een beetje tevreden te houden? Dat was mijn indruk van het hele congres, dat de rijen gesloten werden, zoals dat heet. Ja. Nou ja, ik weet niet, de kwaliteitskrant had ook liet iemand aan het woord. Ja, die zei ja, ze staat buitengewoon zwak. Ze maakt een hele onzekere indruk. Constant om applaus vragen. Alsof het een soort van vrolijke show was. Ja, dat was toch duidelijk zo gemaakt allemaal. Die partij bevindt zich gewoon in hele grote problemen. Je hebt natuurlijk een goede kans als er een kabinet uitrolt waar de VVD in zit en de PVV ook in zit, niet waar? En dan enigszins afhankelijk van hoe groot die inhoudelijke inbreng van de PVV is, dat de liberale vleugel van de partij zegt, we hebben het er wel mee gehad. Dit was niet nodig geweest en we vertrekken of we houden of we ze blijven. Nou ja, wacht nou even. Denk aan die 10 senatoren in de Eerste Kamer. Die eigenlijk met zoveel woorden het vlaggetje omhoog hebben gestoken en zegt, wacht even, wij zijn absoluut niet van plan om allerlei lulkoek die jullie in de Tweede Kamer besluiten, om die ook te steunen. En ja, die hebben hier voorlopig, zijn die niet weg, die zijn net gekozen. Hè? Nee, daar heb je gelijk in. Maar Jezilke zei wel, ja, we kunnen plannen nu maken met deze partijen waar iedereen in deze zaal blij mee is. Dat wil ik nog wel eens zien. Dat zei Jezilkes ook nog in haar speech. Ze zei, ja, mijn gesprekspartners zijn zo links, daar kan Timmermans nog wat van leren. Dat heeft ze ook in haar speech gezegd. Oh, nou ja, goed. Ik heb meelaan met haar. Ik vond ook al dat gelach. Ik dacht, kom op. Dit is lachen tegen de wind. En vragen om applaus steeds. Heb je dat niet gezien? Nee, dat ze zei zo gezien. Van, ja, applaudisseer me eventjes. En daar mogen we met z'n allen ook heel erg trots op zijn. Mag, maar dat komt... Mag. Laten we dat maar doen ook. Maar eerlijk is eerlijk. We gingen voor goud en we kregen brons. Goed, ze hebben de wet. Natuurlijk, de afspraak was, we sluiten de rijen. Ja, geen moties vermoedelijk waren. Het is verschrikkelijk. We hebben een poging tot zelfmoord gedaan en we liggen nu op de intensive care. En we hopen dat de zaken gerepareerd kunnen worden. En wat dan altijd gezegd wordt, want er was na afloop natuurlijk wel ruimte voor de pers om kritische vragen te stellen. Dan zie je dat ze allemaal een beetje hetzelfde zeggen. En dan wordt de vraag gesteld, is Jezilkes de goede leider? En toen zegt iedereen, ja, ga maar eens kijken hoe Rutte in het begin was. Dat was ook niet zo fantastisch. Dat is absoluut waar. Er is een moment geweest dat Rutte echt door het oog van de naald gekropen is. En was hij eruit gegooid. Omdat hij, denk ik, geloof ik, bij de eerste verkiezingen waar hij de leider was, heeft de VVD verlies geleden. Dus ja. Ze willen haar echt duidelijk een kans geven nu. Zo van, probeer het maar eens. Ja, je begrijpt er wel waarom. Is er een potentiële opvolger? Nee, ja, Sofie Hermans niet. Daar had ik eerst nog wel hoge verwachtingen van, maar dat is helemaal niet uitgekomen. Nee, absoluut niet. De tassendrager van Rutte? Nou ja, zij maakt inderdaad een wat onzekere indruk. Degene die dat natuurlijk het meest feilloos onthulde was natuurlijk Wilders. Een eerste klas, treiteraar, pester. Ik weet helemaal niet hoe Wilders op school was, maar je hebt op elk schoolplein heb je zo'n ongelooflijk vervelende jongen. En daar is Wilders een meester in het spelen van een ongelooflijk vervelende jongen.
Ja, nou ja, Klaas Dijkhoff, die wil niet terugkomen. Maar die nee, maar die werd geloof ik gefilmd met een bierflesje op zijn hoofd of zo. Ik weet ja, hij maakt reclame voor een biermerk in een commercial. Ja. En daar is die Prins Carnaval in die commercial. Ja. Omdat hij natuurlijk uit Breda komt. Ja, nou ja, dat zal hem overigens niet... dat vinden we in Nederland best, ik bedoel. Ja, dat is natuurlijk ook mevrouw van der Plaas. Ik bedoel, dan spelen de gewone jongen in Nederland. Ja. Hè? Want het grootste gevaar wat je nu in Nederland kan overkomen is dat je een abnormale Nederlander bent. Ja, ja dat heb je ook in Tiefentuig. Dat je wel eens een boek leest en nou ja, weet ik veel wat voor enge dingen je doet. Jouw oud-collega Arend-Jan Boekenstein die zei nog van ja, we gaan Rutte missen omdat hij was de regelaar. Hij hield het allemaal bij elkaar, de fixer. En dat hebben we ja, niet meer. Ja, maar het probleem van de fixer is natuurlijk dat er zoveel uit zijn handen gefixt is of gevallen is. Nou ja, dan kom ik weer terug op het feit dat naar mijn gevoel dus, nu ik er wat over na heb gedacht, die crisis in de VVD van veel ouder datum is dan van dit jaar. Maar dat in feite de ellende begint met het rapport van de toeslagenaffaire. Ja, maar goed, de partij zal natuurlijk ook kijken naar de peilingen en dan gaan ze hard achteruit. Ja, ja, daar staan ze. Maar goed, dat is natuurlijk een na-effect van de verkiezingen. Ja, maar daar begon het bij het CDA ook mee. Heb ik al eens een keer eerder uitgelegd. Bij verkiezingen is het zo, de verliezers die verliezen na de verkiezingen altijd nog meer. Want de meeste mensen hebben spijt dat ze dan alsnog toch op die partij gestemd hebben. En de winnaars winnen daarna nog meer. Je moet als je de werkelijke effecten moet je zeker een goed jaar wachten of meer. Het zal iedereen die denkt dat er een glorieuze PVV-achtige toekomst gloort, die zal het... Nou, dat zal een bittere tegenvaller worden, denk ik. Maar wat is voor het VVD nu het beste? Dat ze echt in de regering gaan zitten? Of dat ze een gedoogconstructie mogelijk maken? Of dat ze er helemaal niet aan meedoen? Dat zou natuurlijk ook nog een optie zijn. Ik zou adviseren om te blijven gedogen. Zorg dat je buiten het kabinet staat. Zorg dat Wilders erin zit. En dat jij daar buiten staat. Maak niet die fout. Ik dacht dat Zweden een leuke constructie zou zijn, maar... Dat is in Zweden beroerd afgelopen, dus ik ben nu weer veel meer... Laat Wilders verantwoordelijkheid nemen. Laat Wilders erachter komen dat alles wat hij wil grotendeels onuitvoerbaar is. Oké, maar dan nog even om het goed te snappen. Je vindt dat... En dan moet de VVD, die gaat gedogen. Ja, en geen bewindspersoon. Nee, eventueel dat zelfs... Ja, ik denk dat Omtzigt natuurlijk ook dolgraag wil gedogen. Ja, ik weet het niet precies. Ja, maar dan heb je twee gedoogpartners. Ja, dan heb je dus twee gedogers. Maar dat kan. Het kan een extra parlementair kabinet zijn. Ik bedoel, dat hoeft niet. Het kan een minderheidskabinet zijn. En Wilders eigenlijk zou ik het zou de beste formule zijn... Dat er een minderheidskabinet van de PVV komt. Ja, dan kan dat dwergje van de BBB kan erbij gaan zitten. Natuurlijk, dat spreekt, maar ja... Je moet eerst de tafel van 12 nog maar eens even uit het hoofd leren. Maar moet Wilders zelf als persoon in het kabinet zitten? Of zeg je... Dat zou het beste zijn. Dus als minister dan? Of als minister-president? Ja. Ja, want dan zal zijn falen het meest evident zijn. Maar wij hebben al goed dat de... Kijk, het grootste gevaar is dat je net als in 2010, 2012... dat je Wilders buiten het kabinet laat staan. Want dan gaat hij in de Kamer zitten en dan... Zoals Ab Klinken toen zo treffend formuleerde, dan gaat hij vol op het orgel. Alles is de schuld van de lui die in het kabinet alles verkeerd hebben gedaan. Geef hem die kans niet. Nee, belangrijke les van. Laat hem demonstreren, nietwaar, wat een succesvolle bestuurder van Nederland hij zou kunnen zijn. Ja. Eventueel in een minderheidskabinet. Ja. Als ik de VVD was, ging ik van mijn leven niet in een kabinet zitten. Denk aan het CDA. Denk aan het CDA. Als die achterban zegt, jullie moeten het wel doen. Welke achterban? Nou, van de VVD. Nee, ze hebben twee achterbannen. Ja, maar ik heb het idee dat het grootste gedeelte zegt, gaat het toch wel zitten. Ja, maar het grootste gedeelte heeft vaak helemaal geen gelijk. Je zet jezelf natuurlijk als liberale partij, zet jezelf hopeloos te kijken. Bovendien heeft een aanzienlijk deel van de VVD al bewezen dat ze gewoon op de PVV stemmen. Ook omdat ze ook niks van immigratie afweten. Ja. Waarschijnlijk ook de provinciale achterban. Niet voor niks komt Van den Burg uit Amsterdam. En Plastic als premier, dat hebben we eerder natuurlijk ook besproken. Dat is toch altijd een optie? Ja, dat is een optie, zonder meer. Maar nogmaals, laat het niet gebeuren dat Wilders een min of meer op enige afstand van het kabinet komt te staan wat we nu krijgen. Ja. Dan ben je de sigaar. Dan ten eerste... Heeft hij dan ook nog in de hand om te breken als dat aan hem goed uitkomt. En dan weet je zeker dat hij nog groter wordt dan hij nu wel is. Ja.